Ik zie u bijna niet staan. Je staat onderbelicht, want je zet hem nu op 60. Je zet hem nu op 60. Hè? Ja, ja, kun je dan niet uit dat marcheertje, dat spel? Ik afgetrapeerd deze. Goedemorgen, we staan in de Bourgooien, Gent. De ochtend is niet zoals we gehoopt hadden, geen mist. Maar we gaan ons wel concentreren op vogels in de vlucht, maar misschien wel langere sluitertijden. Als er nog vogels zijn, want Jeffrey is erin geslaagd om een groot deel weg te jagen met zijn lamp. Ik dacht zo van, het zal wat donker zijn, dus als pro... Niet naar Hunter schijnen. Nee, ik wil niet naar Hunter schijnen. Als pro heb ik een lampje mee. Nee, en dan zo zie ik... Oh my god. Dus ja, maar ik ga dat... Ze zijn weer weg. Allee, jongen, ja, serieus. Vanmorgen zijn we voor zonsopkomst aangekomen, dan was het nog wat donker en we hebben ons geconcentreerd op vogels fotograferen met creatieve sluitertijden. Neem ongeveer een tiende van de seconde en dan krijg je redelijk wat onscherpte en heel wat creativiteit of artistieke beelden. De focus doe ik manueel, omdat autofocus niet kan volgen omdat het te donker is. Dus manuele focus meevolgen en in burst fotograferen. Stel dat ik een uitleg over geef. Ja, niet veel over te zeggen. Nee, je drukt op de knop hier en is het verkeerd. Probeer nog een keer. Ja. Je krijgt er waarschijnlijk een kick van continu van dat pad af te gaan. Wel eventjes bezig in de Bourgooien te Gent. De zon is nu aan het opkomen. De creatieve sluitertijden die lopen nu ongeveer op zijn einde. Geen idee wat we nu gaan doen eigenlijk, maar daarnet ook roodborstap uit gefotografeerd. Wel een leuk extraatje. Dus ik denk dat Bart daar nu opnieuw weg van het pad die roodborstap uit aan het fotograferen is. Tja, ik moet niet echt van het pad gaan voor schone foto's te nemen. Zo. Het is al middag, de zon zal binnenkort van achter de wolken komen, wat betekent dat we hard licht zullen hebben. Niet de ideale omstandigheden om te fotograferen, maar wat je wel kan doen, is in low key of in high key werken. Dus in low key kun je gaan onderbelichten, zodanig dat je schaduwen naar zwart toe lopen. Of een high key maken, waardoor je een bleek onderwerp op een blekere achtergrond zet, waardoor je hooglichten dus uitbranden. Iets wat je ook altijd kunt proberen als je met zo'n vervelende rietkraag zit. Ja, je kunt proberen er bovenuit te geraken, maar dat is niet altijd gemakkelijk. Is om gewoon er soms door te fotograferen. Dus met weinig scherpdiepte ga je eigenlijk proberen om je voorgrond te vervagen. En dan krijg je zo vaak een vogel die daarachter in het water zit, die dan zo'n beetje omkaderd wordt door het riet. Dus je hoeft niet altijd de volledige voorgrond vrij te hebben. Soms kan een voorgrond eigenlijk ook perfect meewerken om leuke effecten mee te creëren. En vooral met voorgrond ontscherpt eigenlijk.